Dit is de Subaru WRX STI. De Subaru Impreza WRX gaat sinds 2010 verder onder de naam WRX. De WRX STI is tot op heden als aparte modellijn verkrijgbaar. Het vierwiel aangedreven kanon beschikt over 2,5 liter boxermotor met liefst 300 pk. Een hypersportieve wagen die nog steeds op een geblazen viercilinder en integrale aandrijving beroep doet. Maar de tijden veranderen en de nieuwe WRX STI is heel wat anders en laat zich met een druk op de knop een ander karakter aanmeten. De WRX STI laat met zijn uitbundige voorkomen geen enkel misverstand bestaan over zijn eigenschappen. Hij bundelt sportiviteit en pure kracht. Onder de kap van het beest vinden we een viercilinder van 2,5 liter. Naar al oude Subaru traditie liggen die cilinders plat onderin. En naar diezelfde traditie worden ze door een dikke turbo extra van lucht voorzien. Dat levert goed 300 pk op, terwijl een koppel van 407 Nm bij 3500 toeren veel goeds belooft. Een automatische bak is meer dan logisch, maar hoe voelt dat nu aan? Erg prettig. Je hebt nooit het gevoel vermogen tekort te komen. De boxermotor is eerder discreet, maar gromt er toch graag op los en zorgt zo al voor een eerste glimlach. Onder de 3500 toeren blijft de motor soepel, zonder de indruk te geven dat je met 300 pk op weg bent. De turbo werkt blijkbaar volgens het oude principe en boven die 3500 toeren blaast de turbo de cilinders propvol en worden weer X STI als het ware naar voren gecatapulteerd. Je hebt de tijd niet om wow te zeggen. Of de auto schakelt automatisch naar een hogere versnelling. En daarna begint alles weer opnieuw. Wat een motor! Uiteraard hebben we al meer beschaafde en vooruitstrevende, werkende motoren gezien. Maar het brute karakter van de motor geeft de auto een heel eigen identiteit. De motorkarakter kan je bovendien met de SI Drive zelf beïnvloeden. Je kan dan inspelen op de weeromstandigheden. De sportmode is eigenlijk de normaalstand. En je kan het altijd en overal gebruiken. De intelligent mode zorgt voor een erg progressieve respons op beweging van het gaspedaal, waardoor het rijden soepeler verloopt en het verbruik wat beperkt wordt. De ultrasport zorgt er dan weer voor dat er geen tijd verloren gaat tussen je hersenimpuls en de reactie van de motor. Zowel de body als de ophanging is stijver gemaakt om zo het weggedrag te verbeteren. Volgens Subaru zelf moet zo'n rit in een STI comfortabel en stabiel zijn. En Subaru leer je het best kennen achter het stuur, van binnenuit. En met de WRX STI is dat niet anders. Met het DCCD Multimode kan je in 6 stappen de blokkering, het centrale differentieel, regelen. En net als voor de motor hangt dit weer af van de weers- en rijomstandigheden, het humeur van de bestuurder en zeker diens rijtalent. Met een druk op de knop verander je de WRX STI van een neutrale en stabiele wagen in een ware monster. Maar uiteindelijk is het in automatische mode dat de Subaru het meest efficiënt overkomt. De stand die je best op gladde ondergrond gebruikt. In de automatische mode reageert de auto net andersom en voelt hij een pak levendiger aan. Gereserveerd voor bochtige trajecten dus. Uit de praktijk onthoud je vooral dat de WRX STI zich erg makkelijk laat besturen. Hij plakt gewoon weg tegen de grond en de bochtensnelheden zijn werkelijk verbluffend. Zoek maar eens een bochtig stukje weg op en je zal verbaasd zijn over de verbazingwekkende potentieel van de Subaru. De voortrein is een voorbeeld van wat scherp sturend genoemd wordt, terwijl de achteras op aanvraag graag even een stapje opzij zet, wat dus voor een onevengenaarde levendigheid zorgt. Voeg daar nog een stel onvermoeibare remmen aan toe en er rest je niets anders dan de juiste versnelling te kiezen en te zorgen dat je boven de 3500 toeren blijft. Het karakter van de WRX STI is verder aangescherpt door de bruikbaarheid te vergroten. De wielbasis is met 25 mm gegroeid en die winst komt ten goede aan de beenruimte achterin.
De rijpositie is uitstekend en conform de roeping van de auto. De Recaro zijn werkelijk de top. De binnenruimte zowel voorin als achterin is correct. De zichtbaarheid rondom is erg goed en de grote buitenspiegels zorgen ervoor dat je makkelijk kan herkennen wie er uit je gezichtsveld verdwijnt. De afwerking is top. De nieuwe Subaru WRX STI is perfect en dagelijks inzetbaar. Al bij al is de STI een serieus en erg efficiënt rijmachine. Zijn 4-cilinder turbo bezorgt de STI een eigen karakter, dat best op kleine en bochtige en onverharde wegen beproefd kan worden. Wilt u meer weten over deze prachtige auto? De nieuwe Subaru WRX STI staat nu bij Fernandes Autohandel. Subaru laten geen gras overgroeien. Pure power in your control. Pure kracht onder jouw controle is het motto van de WRX. We hopen dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Jullie weten, doe altijd je autogordel om. Over 2 weken zijn we er weer. Tot dan. Bye.